bananensplit. We hebben enorme haast, want de hond van Dirk heeft hoge nood en moet nodig in de goot. En waar kan je nu beter je hond uitlaten dan in Naar de Westing? Stop. Ik ruik hem al. Heb je zo'n hondenpoepzakje? Een hondenpoepzakje draait. Hij poept mijn bakje onder. Ik ga al. Bedankt voor de rit, hè. Oh. The spell I'm under, you're my thrill. Is it any wonder I'm dreaming when I'm there? Goedenavond, mevrouw. Mijn hond heeft voor uw deur gepoept. Sorry. Dat is niet zo fijn. Zou nee. Je een zakje geven? Nou, ik dacht ik zeg het even, dan weten we het. Dag, mevrouw. Dag, mevrouw. Hallo. Dag, mevrouw. Ik wil wel even dat u dat op moet ruimen. Dat je helemaal van haast, hè? He's so fine, wish you were mine. That handsome boy over there, one with a wave in hand. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make it. Sorry dat ik stoor, wacht even, heeft u misschien een pennetje voor mij te nemen? Een pennetje? Ja, een pen. Een pen? Pen, nee, ja. Die heb ik niet. Ja, ik heb er wel een pen. Toevallig. Gauw. En heb je wel papier bij je? Ja? Kijk eens. Oh, oh, dank je wel. Oh. Oh, wat ben je nou aan het doen? Oh, jongens, oh. Nou, hou hem dan maar. Alsjeblieft, mevrouw, nee, neemt u niet maar. Terug. Nee, niet. Oh, nou, dank u wel, hè. If I caused you pain, I know that I'm to blame. I must have been insane. Come on, forgive me. Oh, shit. Kan u me even helpen? Kan u me even vasthouden? Ik moet hem even opnemen. Even kijken. Maar hij mag niet de grond raken vanwege de bacteriën. Hallo, met Dick. Ja? Ik ben nu bij de apen. Bij de olifanten. Ja, ik kom eraan. Ja. I guess he's making the best of a bad situation. Don't want to make waves, can't you see? He's just making the best of a bad situation. I reckon I'd do the same if it was me. Hallo, ik had helemaal geen zakenman onverwacht. Wat leuk, ik ben Jorg. Dus... Ja, sorry, maar... Oh, je bent toch van Grindr, van het homo-ontmoetings... Nee. Niet? Nee. Dat meen je niet? Nee. Oh, jeetjes, wat gênant. Nou, mijn excuses. Ik dacht dat jij het was. Nee. Sorry. You're an angel to me. Goeiedag meneer, mijn hond heeft per ongeluk voor uw deur gepoept. Ik heb het maar even opgeruimd, alstublieft. Nee, je kent dat door. Ja, wat is dat nou? Hij heeft het op uw stop gelegd. Nou, dan leg ik hem hier neer. Ja. Dag meneer. Hey Dirk Kerel. Hey Frans. Goed dat je er bent, jongen. Ja. Waar is de hond? Nou, die staat buiten. Er stinkt een uur in de wind, man, het beest. Hey, dus het is gelukt? Ja, zeker. Zeker gelukt. Alleen het was zo'n hoop. Oh. Dat wil ik niet in mijn winkel, dat kan ik je zeggen. Nou, een grap, Dirk. Oh. Die is op je lijf geschreven. Zo. Hey, maar toch niks met autoriteit of zo, hè? Dirk, kom mee. Ik laat het je zien. Ja. Hij is perfect.
Nou, ik ben benieuwd. Wat is je Biggie? Dirk, jij gaat parkeerbonnetjes uitschrijven. Kom hier, ga eerst je hoofd eens even opmeten. Moeten de mensen weer een hekel aan me krijgen dan, Frans? Nee, want jij bent juist een hele lieve parkeerwachter, Dirk. Oh. Kom, even in de maat. Want je krijgt een mooie pet van Fransje en een bonnenboekje. Maar een aardige parkeerwachter heeft toch geen bonnenboekje nodig? Ja, jij wel, Dirk. Oh. Nou, niet bewegen. Ga ik even een spulletje pakken, ja? Vertrouw me maar, Dirk. Komt allemaal goed. Dit is die. Dirk, kijk hier. Het kostuum, je pet en je bord. Oké, hoofdcommissaris Bauer. Hé, hey Dirk, je weet het, hè? Wie schrijft, die blijft. Ja, doe het maar net. Nou, succes, jongen. Dank je. Daar is Dirk dan, de hulpvaardigste parkeerwachter van Amstelveen. Alhoewel. Goedemorgen, mag ik hier niet parkeren? Kom er even bij, mevrouw, als je wilt. Toen u aankwam rijden, had u er inderdaad mogen parkeren. Maar daarom heb ik het bord ook omgedraaid. Om duidelijk te maken. Want ik ben bang dat ik u moet bekeuren. Ja, maar dan ga ik nu gewoon weg. Nee, maar. Ik ga gewoon even, dus omdat mijn moeder uit het ziekenhuis komt. Ik moet even naar de zorg en zekerheid. Maar u bent niet invalide. Nee, maar mijn moeder wel. Ja, maar uw moeder rijdt niet. Nee, maar nee. Ik ga wel even ergens anders. Nee, gaan. Nee, maar ik moet u toch bekeuren, dan ben ik bang. Daar is niks aan te doen. Nee, u rijdt, het is uw auto. Kom maar hier, mam. Ja, goed, maar dat kan ik ook wel aandoen, zo'n verband. U krijgt van mij toch de bon, mevrouw. Het is niet anders. Het spijt me, alstublieft. Nou, ja, oké. Okay. Een hele fijne dag. Ja, u ook. Ja. Wat staat erop, mevrouw? Het is niet anders. Het is niet anders. Ja. U mag hem houden. Oké, okay, nou, op. Ik wil een hele fijne zo, dag. Prima, tot ziens. Mag ik hier in eerste zetten van 7 tot 10? U staat half op een parkeerplaats. Ja, dat is... En dat mag, maar u heeft geen parkeerkaartje nog. Nee, maar ik kom op aanrijden. Ja. Kijk, ik kan niet nagaan of iemand al wel of niet bij een parkeerautomaat geweest is. Dat kan nee, maar ik niet nagaan. Aanrijden. Ja, meneer, nogmaals, u staat op deze plaats. Dat is parkeren. Ah, maar dat meent u niet. Meent u dat nou werkelijk waar? Ja, dat zijn de regels, meneer. Dan mag ik hier dood neervallen. Ik vind het echt wonderbaarlijk. Ik sta echt perplex. U gaat gewoon in discussie, vind ik niet fijn. Ik ga toch een tweede bon uitschrijven voor u. Ja, het is niet anders. Hier, meneer. Meneer, alsjeblieft. Kijk eens. Ja, ik heb het gelezen. Dirk weet nog een manier om de parkeerbegroting op orde te krijgen. Met een krijtje creëert hij zijn eigen blauwe zone. En dat blijft niet onopgemerkt in Amstelveen. Hans Koffietijd van Willigenburg wordt uiterlijk nooit kwaad, maar van binnen. Ik heb u helaas moeten bekeuren. Ik heb een bon, toch? Ja, maar dit wordt blauwe zone. U heeft geen blauwe kaart bij u. Dat was dus nooit blauw. Nee, maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk. Ja, nou, dat geeft u maar bekeuren. Parkeerbeleid. Als ik dat allemaal bij moet houden. Ja. Als ik dat gemaakt heb, het is geen officiële blauwe lijn. De blauwe lijn wordt geschreven. Nee, geeft u me maar een bon. Ik heb geen bon. Hij zit al op de vooruit, de bon. Zegt u? De bon zit al op de vooruit. Nou, kijk eens, we zijn geklaard, hoor. U reageert wat geïrriteerd. Ik heb prima gedaan. Nu. Ik ben nog aan het parkeren. Ja. Nee, je komt gewoon met de bonnen in de hand, terwijl ik nog aan het parkeren ben. Maar ik zie u staan. Ziet mij niet staan, want ik sta nog niet. U staat op een plek waar u een blauwe kaart moet hebben. Dus ik ben aan het inparkeren, meneer. Ik ben nog niet zelf in de parkeerstaan. Kijk, zo'n kaart, daar gaat het om. Heeft u wel een blauwe kaart? Ik heb wel een blauwe kaart, maar ik ben nog aan het inparkeren. Ja. Maar ik geef u nog een bon, meneer, alsjeblieft. U geeft me nog een bon? Ja, wat voor bon is dat? Kijk, lees hem maar. Wat staat hier? Kijk eens. Ik heb de camera. Ja, leuk.
Amsterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam. Ik rij hier op de Erasmusbrug. Ik ben op zoek naar een topkok. Eentje die gezag inboezemt en ook nog eens super aardig is. En laat ik nou net zo iemand kennen. Weet u het al? Herman den Blijker. Ik heb me laten vertellen dat Herman tegenwoordig werkt op een boot als koksmaat in de kombuis. Dus ik hoop dat hij klaar staat. Hé, hey, daar staat hij. Herman! Leuk dat je meedoet, Herman. Ja, met name split, want ik ben altijd bang dat ik de onderdeel zou zijn maar aan de verkeerde kant van de heer. Dat ik echt gedood zou worden. Gelukkig nu niet zo. Nee, ik zit daar echt een keer aan de goede kant. Ja. Vind je het leuk? Ik vind het onwijs leuk, man. Echt waar. Spannend, ik ben benieuwd of ze er allemaal in gaan trappen. Het lijkt me zo. In gaan trappen? Frans, je hebt een speciale keuken heeft hij gemaakt. Bananensplit keuken. En ik heb een topkracht vandaag voor je. Wat voor? Ja, topkracht, die gaat je helpen met van alles. Nou, een uitzendkracht? Een uitzendkracht. Dat gaat in ieder geval lukken. Je hebt in ieder geval een prachtige pan bij. Een pannetje daar, zo 100 liter. En die 100 liter gaat gevuld worden met een soepje, jongen. En met een soepje denk ik dat daar van alles mee kan gebeuren. Maar het is 100 liter rommel. Het gaat helemaal vol. Dus dat wordt echt herrie in de keuken? Nou ja, ik hoop dat hij daar wel op bestemt. Hoe noemen we dat? Gebouwd is die keuken. Het zal in ieder geval een zootje worden, denk ik. Ik denk dat het één grote bende gaat worden. En dat is ook net de bedoeling. Kijk Herman, hier is de bananensplitkeuken. Ja, top, ik ga van het begin, man. Veel succes. Gaat zeker lukken. Vind het wel leuk. Maak lekker wat herrie in die keuken. Zet even mijn helm op, vergeet mijn helm niet. Hoi. Hey, succes hè. Welkom in de partykeuken van Herman den Blijker. Hij heeft voor een eetfeest van een grote klant een hulpje nodig bij het afmaken van de soep. En wie wil nou niet een ochtendje meelopen met Nederlands vriendelijkste tv-kok? Hallo, goedemiddag. Hallo. Kijk, daar is onze Karin. Een ideale meid om een feestje mee te bouwen en te brouwen. En wat vandaag van belang is, de koksmuts zit daar als gegoten. Ja? Ja. Oké, okay. Ja? Niet ook zo klein. Zo grappig die muts. Ja, vind je me nog leuk? Nog wel. Nog wel, ja. Eerst dit snijden, daarna gaan de specerijen erin. Ja. Opgepast, de specerijen. Het moeilijkste onderdeel van dit verantwoordelijke werk. Blijven roeren, ja? Ja. Oké. Okay. Van deze kleurtjes, 1 afgestreken eetlepel. Totaal. Zo totaal, ja. Erin, per pan. Ja. Ja. Zo. En dan doe je van al die specerijen die een kleurtje hebben hier. Eten. Ja, en iedere keer apart en roeren. Ja. Dan gaan hier 2 lepels van in. Ja. En van die knoflookpoeder 1,5. Maar echt die afmeting moet het hebben. Okay. Anders is het daar nog niet tevreden. 1, 2, 1,5. Juist. Ja. Oké. Okay. Doei. Doei. Zo, dat kan niet meer misgaan. Herman kan met een gerust hart naar het feestje. Dan volgt nu het kruiden van de Spaanse soep. Het pittige afmakertje. De finishing touch. Oftewel... de klap op de vuurpijl. De paprika en de cayennepeper missen hun uitwerking niet. Even rustig, Karin. Denk eens na.
Wat is er nou precies gebeurd? Nou, jammer dan. Beetje minder soep, jongens. Wat zit hier nou achter? Misschien moet je schudden in plaats van roeren. Nee dus! Waar schuilt het geheim? Nou, daar niet. Hi. Hi. Wat is dit? Schat, alles wat ik erin gooi, gooit het hier gelijk weer eruit. Ja, maar wat gooi je erin dan? Kijk dan! Kijk! Daar moet onze Dick het fijne van weten. Wat? Eetlepel. 1-1-1-1 per pan. Ja. 2 suiker, 1,5. Daar was ik nog niet eens aan toegekomen. Ja, maar dat klopt dus niet. Je moet 1-1-2-1, 1,5, 1,5. Herman zei 1-1-1-1-2, 1,5. Weet je het nog, Karin? Ja, en toen vertelde ik nog een keer het verkeerd. Nee, 1-1-1-1. Kleurtjes 1-1. Nee, dat zit je fout. Maar wat moeten we nou doen? Ja, ik heb geen idee. Ik zou het... Oh, wat erg! Ja, Herman vermoord me. Ze halen me die soep op. Ik ga hem bellen, ik loop even naar mijn auto. Probeer me een beetje schoon te maken, maar ik word er gek van. Dit is echt niet normaal, dit hoor. Wat vreselijk. Feestje naar de kloten. Ja, sorry. Hebben we de verkeerde volgorde gebruikt? Eerst heb ik de kruiden erin gedaan. Heb ik echt nooit gezien. Je ziet er niet uit. Hoe is dat gelukt of hoe is dat gegaan? De soep zit op het dak. Inspectie. Ja! Wat gebeurt er? Kijk dan! Is die soep ook wel? Welkom in mijn de Oranje Nassau School in Amsterdam is juf Janneke vandaag weer op bezoek. En conciërge en klusjesman Dick jarig. Nou, daar hoort natuurlijk taart bij. Met een Bob de Bouwer poppetje. Dat is ook zo'n klusser. Daar is jarige Dick. Langs ons leven in de glorie. Ja. Nou, wat goed zeg. Hoera! Wisten jullie dat ik jarig was dan? Ja. Nou, er staat een hele taart. Ja, voor jou. Ik ga die taart straks lekker mee naar huis nemen natuurlijk. En dan ga ik die lekker opeten. Maar ik ga eerst slingers halen en ballonnen. En kijken wat ik kan vinden. De taart mee naar huis? Oh. Maar dat was toch niet de bedoeling? Nee. Het is gemeen. Ja. Ik zou er best een stukje van willen. Jullie niet? Ja. Ja. Maar dit mag niet van die meneer. Nee, dat mocht niet, hè? Kijk,
Volgens mij ieder vlees of ze mij ook een stukje. Nee, hij mag het niet zien, hoor, want hij is van dik. We moeten er goed op passen. Waar gaan wij hier niet lekker op eten? Zullen we kijken of we een stukje... Oké. Als we nou... Want die Bob de Bouwer is wel... Kijk, dit ligt los. Eet jij die op? Oh, mag niet. Hij ziet er... Nee, joh. Kijk, doe ik zo. Juf Janneke hanteert de zogenaamde uitholmethode. Oh, hij heeft een kapot gemaakt. Sst, 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 sst. Nou, Jara lust er wel pap van. Als die binnenkomt, dan ziet hij er niks van. Wedde? Kijk, die moeten we snel, als die binnenkomt, snel onder tafel. Nou, kijk nog eens even wat ik... de ballonnen. Ik heb ze nog gevonden ook, zeg. Oh, wat een mooie ballonnen. Tada. Kijk, zie je nog steeds hetzelfde? Ja, hè? Ja. Lijkt er wel op, hè? Wij hebben niks gedaan, leg maar. Kijk, wat ik ook nog gevonden heb. Dat lag ergens in die kast er verderop. Dat zijn die dingen. Ken je die? Ja. Weet je wat het is? Kijk, dan doe je zo. Bang! Dat vind ik altijd zo leuke dingen. Kijk, ik heb ze gevonden, de bordjes. Goed, hè? Volgens mij staat... Er stond hij niet net recht. Nee, maar even zo. Stond hij altijd zo? Zo stond hij. Even kijken, hoor. Hier stond toch mijn naam, dacht ik? Nee, natuurlijk niet. Kijk, zo. Hop, daar ziet hij niks van. Pas op. Nee. Wat doe je nou? Nou, kijk nou toch eens. Heb ik ook nog een mooi tafelkleed gevonden. Zie je dat? Kijk, goed hè? Nou heb ik alles wel zo'n beetje hoor. Kijk, we hebben grote kaasvormen erin gedaan. Is toch een beetje dezelfde als die er net in stond? Ja, of niet? Ja, hoor. Is toch helemaal niks aan veranderd? Nee, kijk, maar dit is toch wat is. Is gewoon helemaal dezelfde taart, toch? Ja. En ik ben zo blij dat jullie er helemaal niks aan hebben gedaan. Bedankt voor het goede oppassen. Hè? Ik kan jullie tenminste wel eens goed op een taart laten passen. Hè? Nee, dat hebben ze geweldig gedaan. Hè? Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Jongens, bedankt. Hè? Ik neem hem mee. Hè? En daar ga ik met de taart. Hoe moeten we dit oplossen? Hij heeft de taart meegenomen. Zo, dat was weer lachen. Oh, en volgende week is Bananensplitten weer met deze grappen. Hoeveel vracht kan de Jaguar van Ernst Daniels meer dragen? Jezus. En hoe verloopt de eerste werkdag van Tattoo Queen Ilse? Oh jeetje, hij is ook helemaal doorgelopen, joh. Oh, dit was te veel. Dit was te veel, jongens. Ik zou het niet zo erg mogen maken. Dat zou ik iemand anders kunnen... Ga maar even zitten, joh. Samen thuis, samen dros.